Vrienden, ik heb jullie weer spoedig bij elkaar geroepen, want ik heb een hele stapel gekregen. Dat heb ik ook natuurlijk zelf uitgelokt. Ik moet het daarbij wel kort houden, dus we moeten niet boos wezen, maar dat is omdat er zoveel zijn. En er zijn ook nog mensen die mij gedreigd hebben dat ze mondelinge vragen gaan stellen. Vorige keer zei u dat de Joden nog steeds onder de wet van Mozes zitten. Nou, zulke woorden gebruik ik al helemaal niet. Ik lees Galaten 4 anders. Wat denkt u, als een Jood christen wordt, blijft hij onder het oude verbond staan? Wat ik gezegd heb, laten we dat eerst eens even vaststellen. Dat is, de wet van Mozes is aan Israël gegeven. Niet aan heidenen, maar aan Israël. En of een Israël, ik zou ook nooit zo zeggen zoals u zegt, als een Jood christen wordt. Dat is dan een heel verkeerde benadering. Dat betekent, hij gaat van de ene godsdienst over in de andere. En dan laat hij alles wat bij die oude godsdienst is achter. Ja, maar als je zo begint, dan is de vraag al niet meer te beantwoorden. Ik zeg, als een Jood tot ontdekking komt dat Yeshua HaMashiach, Jezus van Nazareth, de Messias is, dan is die Joodser dan Joods geworden. Dan heeft hij de essentie en de inhoud van het Jodendom begrepen. Dan gaat hij niet over naar een andere godsdienst. Ik weet niet wie de vraag geschreven heeft, maar alsjeblieft, zet zulke dingen uit uw hoofd. Want alles wat u in de vraag stelt, dat begint daar, met die misser. Een Jood die de Heer Jezus ontdekt, die zal zeker het rabbijnse Jodendom zeer kritisch gaan bezien. Maar hij heeft de vervulling van het Jodendom gevonden. Hij is niet overgegaan naar een andere godsdienst. Dat mogen Joden zelf zo denken. En dat denken ze helaas. Als ze Jezus als Messias zouden beleiden, dan zouden ze ophouden Jood te zijn. Dat is een grote vergissing. Maar als wij nou ook nog eens die vergissing gaan maken. En als hij dus de Heer Jezus leert kennen als de Messias, dan staat hij nog steeds onder die wet van Mozes. Daar is totaal helemaal niets aan veranderd. Hij kan die wet van Mozes niet volbrengen. Maar dat kan niemand, omdat de tempel niet bestaat. Dus de offerdienst en alles, dat kan allemaal niet vervuld worden. Maar er is helemaal niets aan veranderd. U haalt Galaten 4 erbij, dat is een heel verhaal, dat is een hele toespraak op zichzelf. Daar gaat het over twee bestellen. Het bestel van de vrijheid die er in Christus is en de vrijheid en het bestel van degene die onder de wet staan. Ik zou bijna willen zeggen, dat geldt niet alleen maar voor Joden versus christenen. Dat geldt ook voor een heleboel christenen die onder de wet staan. En die nooit tot de vrijheid in Christus komen, net zo goed. Het gaat over twee bestellen, twee moeders waardoor je opgevoed bent. De ene moeder, dat is het Jeruzalem dat boven is. En de andere, dat is Hagar. Wie is je moeder? En dat kun je net zo goed aan heel veel christenen vragen. Maar er is niemand of niets in het Nieuwe Testament dat zegt dat de wet van Mozes is opgeheven. Integendeel, de Heer Jezus zegt in Matthäus 5, vers 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet te vervullen. Dus als een Jood de Heer Jezus leert kennen, doet hij niks anders dan wat elke Jood had behoren te doen. En daarmee is hij onder de wet van Christus gekomen, maar ook onder de wet van Mozes. En het enorme belang daarvan is, dat is wat ik de vorige keer gezegd heb, ik hoef die wet van Mozes niet te vervullen, ik sta dus ook niet onder het Sabbatsgebod. Hij staat wel onder het Sabbatsgebod, ook wanneer hij de Heer Jezus heeft leren aanvaarden. Er is helemaal niks aan veranderd. Maar goed, er komen nog meer vragen over. Jullie zijn traag van geest, want dat zijn allemaal dingen die ik de vorige keer heb behandeld. En dan komen jullie nu met de vraag aan. Maar ja, dat heb je als je thuis gaat zitten denken. En hoe zit dat nou allemaal? Bijvoorbeeld deze, hoort ook weer de vorige keer. Waarom komt volgens u het vierde gebod niet terug in het Nieuwe Testament? En alle andere geboden, negen geboden wel? Er zijn verschillende antwoorden op. Sommige mensen zullen zeggen, dat zijn degenen die graag willen dat we wel dat Sabbatsgebod onderhouden. Ach, dat Sabbatsgebod was zo vanzelfsprekend, dat hoefde niet herhaald te worden. Ja, dat geldt voor alle negen andere geboden ook, hoor, volgens mij. Er zijn ook mensen zoals Arnold Vroegtenbaum, een bekende Amerikaanse Messiaanse Jood. Dus een Jood die Yeshua heeft leren erkennen als zijn Messias en Heer. En die zegt, onder de nieuwe bedeling is er helemaal geen verplichte rustdag. En eerlijk gezegd kan ik niet goed argumenten bedenken om hem ongelijk te geven. Maar ik ga nou weer niet dat allemaal overhoop halen, want de vorige keer heb ik al die knuppel in het hoenderhok gegooid en sommigen van jullie konden er niet van slapen, dus ik ga daar nou niet meer verder op in.
Sommigen die er niet bij waren en dit nu voor het eerst horen, kunnen nu niet slapen. Zijn geboden zijn niet zwaar. Hoe komt het dat in de praktijk van het leven vaak toch allemaal zo moeizaam gaat? En er ervaren wordt dat zijn geboden best zwaar zijn en ik zo onmachtig ben om het allemaal goed te volbrengen. Ja, ik kan natuurlijk met u gaan meehuilen en zeggen, ja, dat is zo, dus is in de praktijk allemaal best zwaar en moeilijk. En daar hebt u nog gelijk aan ook. Maar dat is een liedje dat al zo vaak gezongen is. Dat het is een goed liedje, een mooi liedje, een waar liedje, maar ik zing het niet mee, want ik hoor het te vaak. Ik zing een ander liedje. Bijvoorbeeld een liedje met dit refrein. Als ik dicht genoeg bij de Heer Jezus blijf, zondig ik niet. Nou, menig gereformeerde blik gaat nu al op 6:30 staan. Ik heb dat menigmaal uitgeprobeerd. Evangelischen die zijn dan wat makkelijker in, maar ja, die zijn een heleboel dingen wat makkelijker. Dus dat zegt ook niet altijd alles. Als ik dicht genoeg bij de Heer Jezus blijf, als ik vervuld was met de Heilige Geest, dan zou ik niet zondig. Denk daar nou maar eens over na. In plaats weer het liedje van, ach, we zijn allemaal zo slecht te zingen. Dus het is waar wat hier staat, maar het is maar zo'n halve waarheid. Ga nou eens op de positieve kant zitten. Ga nou bijvoorbeeld eens vragen, maar hoe doe je dat leven uit de vulling van de kracht van de geest? Daar hou ik van zulke vraag. Ik vind het wel een moeilijke vraag, maar dat is tenminste een positieve benadering. En niet van, ja, maar in de praktijk is het allemaal zo zwaar. Dan moeten we precies doen wat ik vanavond zei en bij onszelf onderzoeken, hoe komt het dat het zo zwaar is? En dan komen we dan niet aanzetten met van, ja, maar de zondige natuur zit nog in ons. Want dat verklaart niet, ik zeg het voor de zoveelste keer, waarom de een die dingen dan wel doet en de ander niet. Kees. Nou, dat is geen vroom praatje, maar een vraag erbij. Goed. U zei dat net, hè, wat je door de Heilige Geest allemaal kan en mag. En als je maar dicht bij de Here leeft, dan doe je dat niet. Dan ga je Gods geboden doen. Weet u dat ik daar wel eens mee geplaagd word? Als jij nou de Heilige Geest zou hebben. Als je nou echt de Heer zou kennen, dan zou je dat niet doen en dat niet doen. Jongen, het is allemaal bedrog in je leven. Daar kan ik wel eens mee geplaagd worden. Ja, ik ook. Ik ook. Dat zijn manipuleerders. Want dat zijn mensen die hebben voor zichzelf een bepaald helder plaatje van wat een christen doet en wat hij niet doet. En dat gaan ze vervolgens een ander opleggen in de hoop dat ze hem daarmee in de war brengen. Door te zeggen van, als jij een christen was naar mijn maatstaven, dan zou je die en die en die dingen niet doen. Plaag is niet door een ander, dat is vanuit mijn hart. Dus dat... Oh, die ander zit in je eigen hart? Ja. Oh, pardon. Ja, dat maakt wel een heel hoop verschil. Maar, in principe, ik ben een volhouwertje. In principe kun je ook jezelf manipuleren. Door jezelf. Ik had vandaag met iemand een gesprek daarover. We worden allemaal, zoals de filosoof Wittgenstein dat noemde, met een bepaald language game opgevoed. Een taalspel. Er is een gereformeerd taalspel in allerlei varianten. Er zijn allerlei evangelische taalspelen. En die taalspelen, je kunt het gerust ook talenkanen anders noemen, die geven ons een zekere vertrouwdheid, een zekere vastigheid. En ik ben zo eigenwijs dat ik af en toe mensen van hun eigen taalspelletje wil afhelpen. Dus dan zeg ik, als ik dit hoor, dan zeg ik meteen, u hebt volkomen gelijk, maar. En dan ga ik aan die andere kant van de kar zitten hangen. Ze zeggen, ja, maar als een ander doet, dan ga je weer aan die andere. Ja, ik zeg, precies, natuurlijk. Want er zijn geen standaard antwoorden. Het evangelie is geen haarlem, maar olie. Dat is voor alle kwalen geschikt. Ik luister naar iemand en ik denk, hé, die persoon is te veel geneigd om op deze kant te gaan zitten. Dus als ik die goede Kees tegenkom, ga ik altijd aan de andere kant van die kar hangen, Kees. Dan zou jij moeten blijven winnen. Dan blijf ik elke keer aan die andere kar. Want anders, weet je wat anders gebeurt? Dan gaat de duivel daarmee aan de haal. En die zegt, ja, dat is niet zo erg dat je zonde van, ja, je blijft toch een zonde tot je dood. En dan krijgen we zelfs nog in de catechismus dat de grootste heiligen nog maar een beginsel van gehoorzaamheid hebben. Dus wat verbeeld jij wel, Kees Baks, dat jij je daarmee zou willen meten? Zelfs de heiligen is nog maar een beginsel van gehoorzaamheid. Vergeet het dus maar. Geef je? En, dus dat doe ik niet. Ik speel dat niet mee. Je hebt gelijk wat je zegt, klopt. Maar het is de helft van de waarheid. Dat is soms erger dan de hele leug. Daarom zeg ik tegen jou, ik ga het aan, nou, ga ik het aan jou vragen. Laat die kamer maar zo staan, zo hoeven we niet te zien hoe die eruit ziet. Is het waar of niet? Als ik vervuld zou zijn met de Heilige Geest, zou ik niet zondig. Dat zou waar zijn, ja. Maar hoe doe je dat? Ja, dat is nou vers 2, ja. Dat is nou weer vers 2, hè. Ze hebben vele vonden gezocht.
Maar dat is dan vers 2, dat is nou het onderwerp vanavond niet. Sorry, het spijt me. Het onderwerp is niet hoe leef ik uit de vervulling met de Heilige Geest. Het gaat nu om de vraag, ja, maar in de praktijk is het zo moeilijk. Dan zeg ik, dan zou als je vervuld was met de Heilige Geest, als we dicht genoeg bij de Heer Jezus waren, zou dat niet gebeuren. En dan kun jij wel een volgende vraag stellen en weer een volgende. Maar dan kom ik hier niet meer aan toe. Dus, en luister, je kan me niet verwijten dat ik probeer aan die vraag te ontsnappen. Want je hoeft maar bij Hans van de Hoek te gaan vragen. Er zijn vele cd's waarop ik deze vragen beantwoord. Dus ik probeer er niet aan te ontkomen. Maar we gaan nu verder met de vragen die hier staan. Oké. U hebt het consequent over de wet van Mozes. Ja, dat is geen wonder, dat doet de Bijbel ook namelijk. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Heeft volgens u Mozes de Torah geschreven, alle vijf boeken? Ja, dat is een leuke vraag. Ik weet in ieder geval van een heleboel passages die Mozes onmogelijk geschreven kan hebben. Ik weet dat je kunt natuurlijk altijd zo draaien en keren dat God hem dat allemaal ingegeven heeft. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij zijn eigen dood beschreven heeft in Deuteronomium 34. Theologen noemen dat de postmosaïca. Dat zijn passages in de vijf boeken waarvan we in elk geval weten die moet uit later tijd stammen. En dat zijn er heel wat. Nou zou je kunnen zeggen, al het andere heeft hij dan wel geschreven. Ja, maar dat weet je natuurlijk niet, dat is het probleem. Zoals een oud-testamenticus in een ander land ooit tegen mij zei, goed gereformeerde broeder, die zei, de bulk, de grote hoeveelheid, zei die geloof ik, is door Mozes geschreven. Maar hoeveel later de handen daaraan gewerkt hebben, waardoor al die postmozaïca zijn ontstaan, waarvan een heleboel zullen we niet herkennen, dat weten wij niet. Dus, het zijn de boeken van Mozes, maar hoeveel uit zijn eigen pen is gevloeid, dat kan niemand vandaag meer zeggen. Nou, weer een heel andere vraag. We hebben ons te stellen onder het gezag van de voorganger. In onze gemeente hebben wij een vrouwelijke voorganger die een relatie heeft met een gescheiden vrouw uit de gemeente. Om me te stellen onder haar gezag vind ik heel moeilijk. Hoe kijkt u hier tegenaan? Mag ik eens een rare vergelijking maken? Ze worden dan Amerikanen en ze opbellen en dan zeggen, help me Willem, moet ik nou op Trump of op Clinton stemmen? Dan zou ik tegen hem zeggen, vriend, ik dank elke dag de hemel dat ik geen Amerikaan ben. En dat ik niet voor deze afschuwelijke keuze ben gesteld. Want het is allebei verschrikkelijk. En dat is hier ook zo. U zit vrijwillig in die gemeente. Ik weet niet wie die vraag stelt. Ik kan het vrijelijk en openlijk zeggen. U zit zelf in die gemeente. Ja, misschien zegt u, ik heb mijn hele leven daar gezeten. Maar toch, u zit daar vrijwillig. Er is niemand die u daar aan uw stoel vastbindt. Dus u ook toen die persoon voorganger werd in uw gemeente, die vrouwelijke voorganger, die relatie heeft met een gescheiden vrouw uit de gemeente, hebt u dat tot dusver allemaal geaccepteerd? En nu vraagt u mij, moet ik mij onder haar gezag stellen? Dan zeg ik hetzelfde als wat ik tegen die Amerikaanse vriend, niemand heeft het nog gevraagd uit Amerika hoor, maar dan zou ik hetzelfde zeggen, ik ben blij dat ik niet in uw gemeente zit. En luister, het is heel wat makkelijker uit uw gemeente te stappen, dan je Amerikaanse burgerschap op te geven. Die arme mensen moeten het daarmee doen. Die hebben een systeem, niet dat gezegende systeem van Nederland, waarbij je altijd kunt stemmen op mensen die, voor zover we kunnen beoordelen, oprecht vanuit de schrift politiek willen bedrijven. Je hebt zelfs nog de keus tussen Gert-Jan van der Staaij en Kees Segers. Je mag nog... Ja, ik weet het wel. Gaan ze me nog vertellen dat ik het verkeerd zeg ook? Het is toch niet te geloven? Ze. Maar wij hebben dan nog een keuze. Onberispelijke mannen, voor wie ik allebei het grootste respect heb. En daar hoef je niet bang te wezen dat die ooit voor abortus zullen stemmen. Of zelfs voor zo'n zelfmoordwet. En je hoeft ook niet bang te wezen dat ze het kapitalisme verheerlijken en dat de rijken meer steeds rijker laten worden, die opkomen voor de sociaal zwakken en zieken. En ik vind het heerlijk. Oh Heer God, dank u wel dat ik in Nederland leef. En zo zeg ik ook, dank u wel dat ik niet in uw gemeente ben. Maar ik zeg erbij, het is heel wat gemakkelijker voor u uit uw gemeente te stappen dan het voor een Amerikaan is om te zeggen, ik blijf maar thuis zitten. Ik blijf maar thuis zitten. Het is, dat is het gevolg van het systeem.
dat ze daarvoor gekozen hebben. En uw gemeente heeft al lang geleden de keuze gemaakt voor vrouwelijke voorgangers die eventueel zouden samenleven met een andere vrouw, ook nog een gescheiden vrouw. Heb je drie problemen bij elkaar. Maar dat is al een hele tijd aan de gang, dat is niet gisteren gebeurd. Waarom vraagt u aan mij wat u zou moeten doen? Ik vraag u heel eerlijk, ik ben soms zo blij dat ik niet weet wie de vraag gesteld heeft. Waarom vraagt u aan mij wat ik zou moeten doen? Wat u zou moeten doen? De vraag stellen is haar beantwoorden. Ik zou nooit terechtkomen in zo'n gemeente. Met alle respect, sorry. Ik kom daar niet terecht. Ik zie die bui al lang van tevoren hangen. Dus u moet zich ook afvragen, niet alleen maar wat moet ik nu doen. U moet zich ook afvragen, hoe ben ik in deze situatie beland? Waar heb ik geaccepteerd dat ze dit doen, dat ze dat invoeren, en zus invoeren, en dat veranderen? Dat hebt u allemaal laten gebeuren. En nu zit u met die gebakken peren. En ik ga u niet vertellen dat u weg moet. En ik ga u ook niet vertellen dat u zich moet onderwerpen aan het gezag van deze dame. Ik zeg, luister eens, ga maar op je knietjes en ga het maar aan de Heere God vragen. Wat je nou moet doen. En u hebt het heel wat makkelijker dan die Amerikaanse vrienden van mij. Want ik heb heel wat Amerikaanse vrienden. Ik ben elke dag in correspondentie met Amerika. Ik benijd die jongens niet. En die meisjes ook niet. Die meisjes al helemaal niet, die arme zielen. Als je hoort wat er allemaal gebeurt. Eer uw vader en moeder. Een gebod met een belofte. Vertel. Ja, daar zat natuurlijk de dik in. Hè. Het was vragen naar de bekende weg. Nou, in de eerste plaats, als je het nou goed leest, dan staat er in Exodus 20, ik lees het u even voor. Eer uw vader en uw moeder, in vers 12 van Exodus 20, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere God u geeft. Dus het gaat er maar niet simpel om dat als je je ouders eert, dat je dan lang zult leven. Het gaat erom in dat land. Hoe lang zal Israël in dat land blijven wonen? Zolang ze met z'n allen, met vallen en opstaan, zich houden aan de wet des Heeren. En wanneer gaat de Heere God hen uit dat land verdrijven? Als ze met z'n allen die wet stelselmatig vertrappen onder de voeten. Dan komt het moment, en dat duurt lang, maar het komt, dat God zegt, nou kan ik het niet langer tolereren. Je kunt je afvragen of dit wel gaat over de individuele Israëliet. Want wie denkt er nou werkelijk dat er een oorzakelijk verband is tussen iemands levensduur en het respect voor zijn ouders? Dit is een woord aan Israël. Israël, jullie blijven in het land dat God jullie geeft. Dit is het beloofde land. Als jullie in de wetten houden. En dat het juist hier staat is misschien wel heel opvallend. Want we zouden zeggen, nou ja, die andere dingen die zijn best moeilijk, maar je ouders eerder och. Nee, juist het is opvallend dat er in de wet van Mozes, maar ook later in de profeten, en dan zelfs in het boek Spreuken, zoveel dingen staan over mensen die hun ouders niet eren. En daar zou ik ook wel een heleboel christenen aan willen herinneren. Over wat er allemaal staat over mensen die hun ouders niet of onvoldoende eren. Maar hier gaat het typisch oud-testamentisch. Daarom kan je al zien, je kan dat niet zonder meer overdragen. Je kan dat zonder wel voorlezen, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God. Maar dan denk je toch alsjeblieft niet aan Nederland. Dit is voor Israël, waar de trouw aan Gods woord onverbrekelijk verbonden is met het verblijf in het land der belofte. En als ze ontrouw zijn, dan gaan ze, dan worden ze uit het land verjaagd. En dat is waar de profeten het over hebben. Toch snap ik niet waarom die koppeling is tussen ouders eren en het verblijven in het land. Omdat ik denk dat het over het volk als geheel gaat. Daarom zei ik, er is niet per se een oorzakelijk verband tussen mensen die lang leven, hebben blijkbaar hun ouders wel geëerd, mensen die kort leven niet. Maar het gaat over het volk als geheel. Dit is een gebod dat komt door het volk als geheel. Waarbij het, in feite zou het bij elk gebod geschreven hebben kunnen staan. Namelijk, jullie verblijf in het land is recht evenredig met jullie trouw aan mijn belofte, aan mijn geboden. En als dat niet doet, dan verdrijf ik jullie het land. Dat kun je in het Nieuw Testament dus helemaal niet overbrengen. Er is geen bepaald land waar wij zullen verblijven en waar wij anders uit gejaagd worden als we Gods geboden niet onderhouden. Ik begreep nooit hoe alle overheden van God zijn. Ook de christenvervolgers, jodenvervolgers, vrede, mensen, vijandelijke regimes. Hoe zit dit? Ja,
Ik vind het altijd zo leuk als iemand zegt, ik begrijp niet, ik heb het nog nooit begrepen. Dan denk ik, wauw, vanavond is de avond dat u het gaat begrijpen. Dat vind ik, daar kan ik echt eventjes helemaal enthousiast van worden. Want zo ingewikkeld is het niet. Romeinen 13 werd geschreven aan mensen in Rome onder het meest wrede regime dat je bij die Romeinse geschiedenis kunt voorstellen, van keizer Nero. Een man die zelfs zijn eigen moeder liet vermoorden. Een beest van de meest afgrijzelijke soort. Niet alleen maar iemand die de christenen heeft vervolgd en als fakkels liet branden, maar een monster. Eigenlijk nauwelijks nog iets menselijks aan te noemen. Maar dat is juist voor ons zo belangrijk. Paulus heeft het helemaal niet over Nero. Hij zegt, de overheid is de overheid. En die heb je te gehoorzamen, tenzij dat de uitzondering van Handelingen 4 en 5 zich voordoet, waar Petrus onder andere zegt, je moet God meer gehoorzamen dan mensen. Er is een grens. We hadden het gisteravond op een andere plaats over Daniel 3. Als er gevraagd wordt om je voor de afgoden neer te buigen, dan zeggen die drie vrienden, nee, dit is de limit, dit doen we niet mee. We hebben al heel wat gedaan wat de koning van ons vroeg, maar dit doen we niet mee. Er is een grens. Maar normaal is de regel, je doet wat de overheid zegt. En als je allemaal voor jezelf gaat zitten uitmaken, ja, wacht even, de VVD en PvdA samen, dat is een totaal geen christelijke regering. Wat heb ik als christen met deze regering te maken? Dan is Romeinen 13 zo belangrijk. Want dan zegt Paulus als het ware, die Rutte en Samson, dat zijn heilige boontjes vergeleken bij meneer Nero. Maar zelfs in de tijd van Nero gold dat je je moet onderhouden aan de overheid. En dan heb je het zelfs met die ouders. Je hebt goede en slechte ouders. Voor het eren daarvan is er geen verschil. Het zijn je ouders. Je hebt goede en slechte overheden en je hebt zelfs nog heel slechte overheden. Maar zolang ze niet uitdrukkelijk iets van je vragen dat tegen Gods woord ingaat, heb je eraan te houden. En dat is een heel simpel, pragmatische reden voor. Waar zouden we anders blijven als iedereen voor zichzelf ging uitmaken of je deze overheid wil respecteren, ja of nee? Dat is het verschil tussen formeel en moreel gezag. Nero had voor totaal geen moreel gezag, maar het formeel gezag. En dat hadden deze christenen te erkennen, zolang niks van hen persoonlijks gevraagd werd dat tegen Gods wet inging. En zo hebben wij het formeel gezag van de overheid te respecteren. Ook onze christelijke partijen zijn door en door, merkwaardige situatie, door en door democratische partij. Dat wil zeggen, we geloven dat democratie het minst slechte van alle regeringssystemen is. Dat wil zeggen, we willen graag zelf onze regering kiezen. Maar op het moment dat we ze gekozen hebben, of dat wil zeggen de Tweede Kamerleden, en daaruit een regering tevoorschijn komt, respecteren we die als de overheid die ons door God gegeven is. Dat lijkt vreemd en het is toch de voluit Bijbelse gang van zaken. Kees. Dus Luther leerde dat de slechte overheid, dat was, moest je zien als een geestel van God. Calvijn sprak dat niet af, leerde dat anders. En zo is men ook gekomen tot de afzwering van Philips II. 1581, zoiets. Ja, pas op. Was dat fout? Nee, pas op. Calvijn was erin heel slim, mag ik het even zo zeggen, bedoel ik niet lelijk. En de Hugenoten in Frankrijk hebben dat ook van Calvijn zo overgenomen. Calvijn zei, het volk, dat zei hij net als Luther, het mag nooit in opstand komen tegen zijn overheid. Nooit, al is het nog zo slecht. Romeinen 13. Maar de lagere overheden die tussen dat volk en de koning instaan, in dit geval Willem de Zwijger, die moet zo goed mogelijk voor zijn onderdanen zorgen. En als die man dat niet goed kan doen, doordat hij een koning boven hem heeft, die bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst verbiedt enzovoort, dan mag niet het volk, maar wel die tussengelegen overheid protesteren. Want die wordt verhinderd in het uitoefenen van zijn Bijbelse taak. Dat was heel slim. Daar is een heel stuk aan gewijd in de institutie, dat ik jou dat moet vertellen, Kees. Waarin dus duidelijk zegt, je mag dus niet als volk in opstand komen. De lagere overheden kunnen hun volk alleen maar goed beschermen soms als zij in opstand komen tegen de hogere overheden. En waarom was het zo belangrijk bij de Hugenoten in Frankrijk? Die Hugenoten kwamen ook niet in opstand tegen koning Lodewijk de XIV. Degene die dat deden, dat waren de protestantse baronnen en graven en hoe ze allemaal nog meer geheten mogen hebben. En dat was heel uitdrukkelijk. In mijn roman, als ik je dat vriendelijk mag aanbevelen, ik heb ook nog romans geschreven, De Kleine Kudde, heb ik die discussie helemaal weergegeven. Want daar worstelen die mensen mee. Mogen wij wel in opstand komen tegen de koning? Want de koning is ons door God gegeven. Nee, dat mogen we niet. Maar de lagere overheden mogen dat wel.
Want anders kunnen ze ons niet goed besturen. En wij volgen dan die lagere overheden. Dat was heel slim en dat heeft een historische grote rol gespeeld. Het was het argument in Nederland, waardoor de Calvinistische leiders het groen licht gaven voor de opstand tegen de koning van Spanje. Het was hetzelfde waardoor de Hugenoten in Frankrijk in opstand kwamen tegen Lodewijk XIV met dezelfde argumentatie. Dus eigenlijk was Calvin het in grote lijnen met Luther eens, alleen hij heeft deze geweldige vondst gedaan. Maar ik hoop dat de vraagsteller het nu wel begrijpt. Wij eren de overheid niet omdat ze goed zijn, soms zijn ze dat gelukkig. Ik vind dat wij het in Nederland bepaald niet slecht getroffen hebben. Maar ook als het niet zijn, je eert ze niet omdat ze goed zijn, maar omdat ze overheden zijn. En dat is het verschil tussen goede en slechte overheden en overheden die, en geen overheden en burgers. De overheid wordt gerespecteerd omdat ze overheden zijn. En daarom is het zo belangrijk dat Romeinen 13 juist in die Romeinenbrief staat, in de tijd van keizer Nero. Daar vind je het ideaal hoe een overheid behoort te zijn, terwijl Nero daar nauwelijks aan voldeed. En in Openbaring 13, hetzelfde hoofdstuk, Openbaring 13, daar vind je de overheid à la Nero in haar eigenlijke karakter. In haar beestachtige karakter, met alle verschrikkelijke dingen die erbij horen, ook de vervolging van de heiligen enzovoort. Dus Romeinen 13 en Openbaring 13 passen mooi bij elkaar. Romeinen 13 geeft het principe. De overheid is de overheid, is de overheid. En die heb je te gehoorzaam. Net zoals je ouders zijn, die heb je te respecteren. Maar Openbaring 13 laat ons zien, ja wacht even, maar daar mogen we wel een oordeel hebben over die overheid. Daar mogen we wel zeggen, dit is een buitengewoon slechte overheid. En u mag uitmaken wat de slechtste president voor Amerika is, Clinton of Trump. Of hij nou door de hond of door de kat gebeten wordt, het is allebei vreselijk. Maar dat soort situaties kennen wij gelukkig niet. Maar ook daarvoor zal gelden, als een van die twee het wordt, dan zal de helft van, want zo gaat het altijd in Amerika, de helft zeer ontevreden zijn. Maar aangezien het voor een deel ook nog weer goede christenen zijn, zullen ze vervolgens onmiddellijk zeggen, dit is onze wettige overheid. Zo hoort het ook. Godskennis en zelfkennis gaan hand in hand. Meer kennis van God, meer kennis over je eigen zondige vlees. Hoe verhoudt zich het zondige vlees dan en de oude mens die aan het kruis genageld is en dus dood is? Ik maak altijd voor het gemak een onderscheid tussen de oude mens en de oude natuur. De oude mens, dat is die Willem Ouweneel van voor zijn bekering. Die bestaat niet meer. Die is aan het kruis geslagen, Romeinen 6 vers 6. Die is aan het kruis genageld, die is dood. Dus als iemand zegt, de oude mens staat op, dat is, zeg ik, dat is een wonder. Wederopstanding uit de dood. Maar die mensen bedoelen wat anders. Ze bedoelen, die oude mens is weliswaar dood, maar dat vlees, dat is helaas nog niet dood. Die nieuwe mens, dat is die Willem Ouweneel van na zijn bekering, daar zit nog wel het vlees in. En dat zondige vlees, dat vlees is hetzelfde als wat ik noem de zondige natuur, de oude natuur. En dat brengt ons tot zonde. Maar je moet dus eigenlijk niet zeggen, de oude mens speelt weer op. Maar als je dat wel zegt, dan vallen we daar niet over. Als je maar begrijpt wat de bedoeling is. Maar dat kan wel dit soort problemen opleveren. Hoe kan de Bijbel zeggen, de oude mens is dood? En tegelijkertijd zeggen we, die oude mens speelt weer op. Nee, dan druk je je een beetje ongelukkig uit. Maar het is goed om het verschil te zien. Want hoe meer we nadruk leggen op het feit dat die oude mens gestorven is en terzijde gesteld is, niet meer bestaat voor God, des te makkelijker zullen we er ook toe komen onze positie in Christus te onderkennen. Misschien is dat wel een van de belangrijkste dingen voor heel veel christenen in dit land. Hun positie in Christus te onderkennen. Ze zijn zo bezig met hun praktijk en de praktische verwerkelijking van die positie, dat ze het onderkennen van die positie daar heel veel moeite mee hebben. En dit soort dingen, het verwarren van de oude en de nieuwe mens. En die nieuwe mens, dat is een geleidelijk afsterren van de oude mens. Geen sprake van. Dat staat wel in de catechismus, maar staat niet in de Bijbel. Er is geen geleidelijk afsterven van de oude mens. Alsof je kan zeggen, nou die oude mens is nu bij mij een beetje doder dan toen 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Was het maar zo, dan waren de oudsten onder ons langzamerhand het verst in de heiligmaking gevorderd. En helaas, helaas, was het maar zo. Nee, er is geen geleidelijk afsterf. Je sterft met Christus en je staat op met Christus. Je wordt levend gemaakt met Christus en in hem zit je in de hemelse gewest. Punt. Daar beginnen we. Ja, maar. Nee, ik heb nog geen tijd voor ja, maar. Dit moet je eerst pakken en vatten. Daarna gaan we met de ja, maar beginnen. Dus net als met het gele oranje stoplicht, dat betekent stoppen. En dan wachten we 20 minuten en dan zeggen we, behalve als je nou zo dichtbij bent,
Snap je? Maar wij beginnen daarmee. Zeg, oranje stoplicht betekent dat je snel het gas indrukken, zodat ik voor het rode licht er nog doorheen kom. Nee, dat betekent het dus niet. Ik doe dat ook wel eens een keer, maar ik ben nou aan het uitleggen wat het eigenlijk zou moeten zijn. Hè? Oranje stoplicht betekent stoppen. En later gaan we dan de ja-maars behandelen. Zo zie je dat. Als je niet begint met wat je bent in Christus en wie je bent in Christus, zul je het christenleven nooit goed snappen. Wij beginnen te gauw bij de praktijk. Of om het in goed bevindelijk gereformeerde taal te zeggen, we zijn veel bezig met onze stand en te weinig met onze staat. En zolang je niet weet wat je staat is, zal jouw stand je altijd weer naar beneden trekken. Dat heeft ook te maken met het antwoord op de vraag die je straks stelt. En je staat, je positie in Christus, ik spreek liever van positie en praktijk, dan snappen de mensen beter denk ik, wat ik bedoel. Je positie in Christus, dat is zo ontzettend belangrijk. En de Bijbel legt daar zoveel nadruk op. Bij je positie in Christus hoort ook dat die oude mens gestorven is, die bestaat niet meer. Er is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen. Punt. En dan wachten we 20 minuten. En dan gaan we het eens hebben over, maar in de praktijk. En dan komen die vragen van, ja, maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Oké, daar gaan we het dan eens over hebben. Dan moet ik dus uit jouw eigen vraag citeren wat Calvijn gezegd heeft. Godskennis en zelfkennis gaan hand in hand. Dus dat zou dat betekenen. Kennis van God geeft meer kennis over mezelf. Maar wat bedoelt hij dan? Kennis over de zondige vlees? Nee. Het betekent niet dat het ene leidt tot het andere. Het gaat hand in hand. Dat wil zeggen, je kunt je niet goed voorstellen dat iemand God steeds beter zou leren kennen zonder dat hij tegelijkertijd ook zichzelf beter leert kennen. Maar omgekeerd, je zult ook jezelf niet steeds beter leren kennen als je niet tegelijkertijd God leert kennen. Maar het is niet zo dat godskennis die zelfkennis veroorzaakt of omgekeerd. Maar veel eerder dat ze hand in hand gaan. Je kunt je geen geestelijk volwassen christenen voorstellen die bijvoorbeeld wel heel veel godskennis hebben, heel veel christuskennis en heel weinig zelfkennis. En het omgekeerde precies net zo. Ja, maar mijn vraag is, wat moet je te weten komen over jezelf? Gaat het dan om het zonder gebleven? Ja, natuurlijk. Zelfkennis gaat in de eerste plaats over... Oh... Ah, heb ik nou die vraag beantwoord? Nee, ja, gedeeld. Of ga je nou weer vragen, hoe doe je dat in de praktijk? Er zijn andere avonden voor. Je moet eerst, ik heb duizenden keer die vraag. Ja, maar hoe doe je dat nou in de praktijk? Ik zeg, alsjeblieft, laten we eerst nou eens beginnen met het principe te snappen. We komen te gauw met die praktijk. Eerst het principe snappen. En dan wachten we 20 minuten en dan misschien is het tijd om... Want veel te veel mensen beginnen bij die praktijk en komen die principes nooit toe. Want die gaan uit, dat is bevindelijk in de verkeerde zin van het woord. Die gaan uit bij hun eigen praktische ervaring. Ja, het staat wel zo mooi in de Bijbel. Als je maar dicht bij de Heer blijft en als je leeft uit de Heilige Geest. Maar zo ervaar ik het niet. Dan zeg je, ja, maar wat kan mij jouw ervaring schelen? Dat zeg ik even grof dan. Hè? Jij moet beginnen met kijken naar jezelf zoals Christus naar je kijkt. En dan gaat je ervaring ook veranderen. Maar als je begint bij je eigen ervaring. Dat is niet trouwens waar de oudvaders het over hadden als het over bevinding hadden. Maar in de praktijk is dat wel heel vaak geworden. Navelstaren, steeds meer kwaad bij jezelf ontdekken. Maar dat is niet de bevinding. Bevinding is de omgang, Gods verborgen omgang, vindt de zielen waar ze in vrees in woont. Ik ben zeer bevindelijk gereformeerd, mag ik wel zeggen. Want zo denk ik het ook. Ja, en wat wil je ermee zeggen, broer? Dat je op een verkeerde manier bezig bent. Oh ja. Introspectie op zichzelf niet verkeerd. Dat betekent gewoon naar binnen kijken. Ja, maar dat kan ook heel veel... Navelstaren noemen we dat dan. Dat is een beetje een makkelijker woord. Ja, maar introspectie, dat betekent je bent veel te veel met jezelf bezig. Toen ik jong was, werden we zo opgevoed. Mensen die in 2 uur lang hun bekeringsverhaal vertellen, zijn 2 uur lang over zichzelf aan het woord geweest. Ja, ook over de grootheid van God, maar ze hebben 2 uur lang over hun eigen ervaringen en belevenissen verteld. Maar ware ootmoed, heb ik geleerd, is niet als je slecht van jezelf denkt, maar als je helemaal niet aan jezelf denkt. Maar als God alle eer krijgt aan de Heer Jezus. En nou jij weer, hoe doe je dat dan in de praktijk? Maar eerst beginnen we met het principe. Ware nederigheid is niet slecht van jezelf denken, maar niet helemaal niet aan jezelf denken. Als iemand altijd slecht van zichzelf denkt, is hij nog steeds met zichzelf bezig. Hij is nog steeds veel te belangrijk. Dat klinkt een beetje simpel, maar soms helpt het wel eens een beetje om de dingen een beetje simpel te stellen. Tot een kort vraagje. Vooruit dan maar.
Wanneer zegt Petrus nou, gij weet toch alle dingen, gij weet dat ik u lief heb, dan komt het er helemaal uit. Ja, mooi. Kan het zo zijn dat je heel dicht bij de Heer komt, dat je schuld voor hem beleidt? Ja. Dat kan. Een van de dingen, als je heel dicht bij hem bent, is dat je dingen gaat ontdekken over jezelf die je nog niet wist. Alleen, het grote punt is, die kunnen je niet meer te neerdrukken. Dat is het grote. Voor heel veel mensen betekent dat alleen maar dat ze weer opnieuw in de goot terechtkomen. En dat effect heeft het ook wel. Dat, als je een verkeerde prediking, die leidt ertoe dat dit soort dingen mensen altijd ontmoedigen. Maar als je dicht bij de Heer Jezus bent, en dan is het helemaal niet meer erg om te zeggen, Heer, u weet alle dingen. U weet van alle vuiligheid en viezigheid. Wat heerlijk dat u mij lief hebt en dat ik u mag kennen. En dat u in mijn leven binnengekomen. En dat u mij door en door kent, beter dan ik mezelf ken. Snap je, dat is de positieve benadering. Maar heel vaak leidt dat soort navelstaren of introspectie ertoe dat mensen naar beneden getrapt worden. Of zichzelf naar beneden trappen. Oh, gelukkig. Dat je weer ging vragen van te doen. Nee. En de laatste vraag, die is van een heel andere aard. Je moet je naaste lief hebben. Is de islam of andere afgoden mijn naaste? Of is dit alleen je christenbroeder of zuster? Antwoord geen van beide. De islam is trouwens helemaal je naaste niet. De islam is een godsdienst. Dus hoe kan het nou je naaste zijn? U bedoelt misschien de moslim. De afgoden zijn ook niet uw naaste, uiteraard. Is de moslim uw naaste? Ik zie iemand ijverig ja knikken. Ik ben daar een beetje voorzichtig mee. Ik heb ooit iemand ontmoet die zei, dat was nog heel lang geleden, kunt u horen dat wat ik nu ga zeggen. Brezhnev zie ik helemaal als mijn naaste. Ik zei, hoe vaak heb je hem dan ontmoet? Nog nooit natuurlijk nog. Dat is praatwater. Je naaste is niet Brezhnev, het is ook niet Poetin. We zijn net uit Moskou teruggekomen. Opvallend veel mensen vroegen mij of we thee gedronken hebben bij Poetin. Waarom weet ik niet. Maar het is volkomen zinloos om te zeggen, Poetin is mijn naaste. Weet je wie je naaste is? Als je over de straat rijdt en er ligt een man aan de kant van de weg die net door de rovers in elkaar geslagen is. En jij denkt, nou jongens, ik wil mijn handen niet aan vuil maken. Bovendien is het levensgevaarlijk. Misschien zijn die rovers nog in de buurt. En bovendien komen er nog zoveel mensen achter me aan die kunnen helpen. Die persoon is je naaste. De naaste is degene die op mijn weg gebracht heeft. De naaste is letterlijk degene die dichtbij je is. Daarom vertelt de Heer Jezus die vraag. Want u bent niet de eerste die vraag stelt. De wetgeleerde in Lucas 10 stelde die vraag. Hij was u voor. En hij zei, wie is mijn naaste? Hij kon nog niet vragen of dat de moslim was. Maar hij had wel kunnen vragen, is de Samaritaan eigenlijk wel mijn naaste? In het algemeen waren de rabbies van mening, de naaste, dat zijn in ieder geval je volksgenoot. Samaritanen zijn geen naasten, want het zijn geen volksgenoot. Kortom, zoals de Heer Jezus dat al aan de kaak stelt in de bergreden. Je moet je naaste lief hebben en dan verzonden ze erbij, maar je vijand mag je haten. Ja, maar dat zegt de wet niet. En de Heer Jezus snijdt dat ook bij de wortel af. Want het punt is dat elke vijand je naaste kan worden. Je naaste kan worden. De moslim die kan op jouw weg komen en vandaag de dag is die kans bijzonder groot. Toen ik 40, bijna 50 jaar geleden begon te preken, kon ik wel het over moslims hebben, maar ik had er zelf nog nooit een gezien. Ik heb gisteravond weer lezing gehouden in Vlaardingen. En dan ga ik altijd eerst met mijn Turkse vriend een bordje eten van een onbestemd soort eten. Maar dat is verschrikkelijk lekker en het kost niks. En dan vraagt hij altijd, waar ga je het vanavond over hebben? En er zijn altijd nog andere moslims. De hele zaak zit vol met moslims en ik heb daar altijd het leukste gesprek. Er was een Marokkaanse vrouw en die zei, we zijn toch allemaal broers en zusters? Ik zeg, hoezo? Ik ben een christen, ik ook. Tuurlijk, zei ze, ja, maar in de Koran staat dat wij ongelovige honden zijn. Waar staat dat, zei ze, waar staat dat? Ja, ik ken de Koran niet zo goed als de Bijbel, zei ik. Dus dat wist ik niet even niet zo goed. Nee, dat vond ze allemaal niks. Wou iemand mij vertellen dat die vrouw nu mijn naaste is? En die allerliefste Turkse meneer die elke keer zo'n lekker eten voor mij klaarmaakt. En ik ga er expres naartoe. Ik zou misschien wel een ander restaurant kunnen krijgen daar in de buurt. Of misschien een grotere kwaliteit voedsel aanbiedt, maar ik voel mij verplicht, moreel verplicht, om naar die man toe te gaan. Elke keer vraagt hij waar hij het vanavond over hebben. En dan leg ik hem de preek alvast in het kort uit. Hij is de eerste die de preek te horen krijgt. Ik vind het afschuwelijk dat er christenen zijn die zeggen, moslims, daar hebben we niets mee te maken. Dat zijn niet onze naasten, want dat zijn afgoden dieners en weet ik het allemaal, verschrikkelijke dingen.
Luister, die moslim is meer mijn naast dan die broeders of zusters van mij. Die kennen me en die weten de weg van de waarheid al. En als ze het moeilijk hebben, dan moet ik er ook voor ze zijn. Maar die moslim is een veel grotere uitdaging. En de Samaritaan die vindt daar die man die zegt, oh, dat is een Joodse man. Even kijken, nee, die staat niet bij het lijstje. Die hoef ik dus niet voor te zorgen. Oké, vriend, ik ga weer verder. Want ik heb het op het lijstje nagekeken, maar je staat niet op het lijstje. Ik ben een Samaritaan, jij bent een Jood. Ik zei u al, de vraag hebt u niet bedacht. Die was al eerder gesteld in Lucas 10. Lees het antwoord van de Heer Jezus nog eens na. Nou, dan komen nu die mondelingen vragen waarmee al gedreigd is. Nou, durf je niet meer? Of hij zal beantwoorden. Hij zal beantwoorden, ja. Wie nog meer? Heeft nog een mondeling vraag? We hebben nog heel even tijd. Zie je wel, ik wist het, Henry. Iemand die een doodvonnis voltrekt, is dat een moordenaar? Nee. Wil je daar iets over vertellen? Ja. Ik heb straks al mijzelf ingedekt tegen die vraag, maar ja, als je wat in de tussenzin zet, dat flipt er nog wel eens tussendoor. Gij zult niet doden, wordt gezegd tegen de individuele Israëliet. Ik zeg, dat geldt niet voor de uitoefening van de doodstraf. Dus dat is een taak van de overheid. En ook de oorlogsvoering is ook een taak van de overheid. Je hebt een heel mooi voorbeeld in Matthäus 5 in de bergreden. Bij het oog om oog, tand om tand. Dan zegt hij Jezus, maar ik zeg u. En dan lijkt het alsof hij de wet van Mozes corrigeert. En dat hebben ook velen gedacht. Helemaal geen sprake van. Maar het oog om oog, tand om tand is een taak van de overheid. Niemand heeft het recht om het recht in eigen hand te nemen. Dat is ook in de Nederlandse wet zo. Als je het recht in eigen hand neemt, als je dus een inbreker overhoop schiet, dan ga je de gevangenis in. Dat is best moeizaam, maar het is terecht. Je kunt niet zelf rechtertje spelen. Maar waar het om ging is dat die mensen die zeiden, oh, dat staat in de Bijbel, oog om oog, tand om tand, zie je wel, dus ik kan, als ik een vijand tegenkom, al is het iemand van mijn eigen volk. Nee, zegt hij, maar zo is het niet. Dat is een taak van de overheid. En die overheid moet het nog steeds doen. Die moet nog steeds het kwaad vergelden. Zo staat het ook in Romeinen 13. Maar wij hebben een heel andere opdracht. En dat is je naaste lief te hebben en goed voor die naaste te zijn. Nou is het al heel lang, dan ben ik de vraag vergeten. Iemand die een doodvonnis voltrekt. Oh ja, ja. Dus iemand die dat, de beul zal ik maar zeggen, die voert het, dat is zijn klus, dat is zijn werk. Ik weet wel leukere banen, maar goed, sommige mensen doen dat. Die doen dat namens de overheid. Die voeren niets anders uit dan het vonnis van de overheid. Op het moment dat die man zou zeggen, ja, maar dit is zo'n slechterik, dat weet iedereen. Dan laat ik me alvast doodmaken, scheelt weer een heel proces. Op dat moment is die een moordenaar. Op het moment dat de rechtspraak heeft uitgesproken dat in de hoogste instantie deze persoon moet sterven, even los van de hele discussie over de doodstraf, dat die persoon moet sterven, dan is daar de beul die dat ook daadwerkelijk uitvoert. Vandaar is dat vaak een dokter die een prikje geeft. Je kunt erover denken wat je wil, maar hetzelfde als het gaat over de oorlogsvoering. Je kunt niet zeggen, gij zult niet doden, dus je mag ook geen vijanden doden in een oorlogsvoering. Dat heeft natuurlijk onder christenen altijd heel veel discussie teweeggebracht over de rechtvaardige oorlog. Is de oorlog wel eens gerechtvaardig? We hebben hier beroepsofficieren in ons midden, dus ik zal me heel voorzichtig mee daarover uiten. Maar nee, er is wel degelijk de ruimte voor de gerechtvaardigde oorlog. De wettige oorlog. En daar hebben we ook internationaal recht voor zelfs, om uit te maken wat de rechtvaardige oorlog is. Maar dan is het altijd de overheid die oorlog voert. Het is de overheid die de doodstraf. Die 10 geboden zijn als het ware in zekere zin niet rechtstreeks voor die overheid bedoeld. De overheid is veel meer belast met de uitvoering ervan. Gij zult niet doden. Je kunt zeggen de overheid, gij zult niet stelen. Maar de overheid die vraagt verschrikkelijk veel belasting. Zeker in Nederland. Nederland is een leuk land, maar niet wat belastingbetalen betreft. Ik vind dat ze me jatten, bestelen. Hier, dat werkt veel, dat is leuk. Hè? Dat is weer in Nederland een leuk onderwerp. Dat werkt meteen veel reactie. Maar dat is geen stelen, want de overheid, daar gelden andere regels voor dan als jij of ik. Als jullie dat geld bij mij kwamen halen, dan zouden jullie dieven zijn. De overheid niet. Die niet. Er was toch in de oorlogstijd ook wel een discussie over. De Nederlanders hadden gecapituleerd.
Dus toen hadden we een Duitse overheid, of leuk vond of niet, maar Duitsland was wel onze overheid. Dus dat je eigenlijk niet in het verzet mocht. Dat was een hele boeiende discussie. Tussen aan de ene kant de Kuiperiaanse gereformeerden, met uitzonderingen, en aan de andere kant de bevindelijk gereformeerden. Ik heb ooit nog in mijn jeugdjaar een preek gehoord van dominee Dumarcy van Voorthuizen. Oud gereformeerd. Op bevrijdingsdag. En hij zei toen de Duitsers in mei 1940 binnenviel, zo oud was hij al, toen zei hij: dit is het oordeel van God over de zonde van ons volk. Dus dit is vanaf nu onze wettige overheid. Dus hij zou het nooit in zijn hoofd gehaald hebben om in het verzet te gaan. En toen die Duitsers moesten vluchten, 5 jaar later, toen zei hij: dat is hun verdiende loon, want zij hebben ook zwaar gezondigd. Ik vond het nogal een makkelijke theorie. Maar in elk geval, wie het ook was, dat was onze wettige overheid. Die Kuiperiaanse gereformeerden zeiden: ben je nou helemaal een haartje betoeterd? Onze wettige overheid die zit in Londen, die heeft moeten vluchten onder het geweld van een wrede agressor. En die wettige overheid, die moeten wij gehoorzamen. De koningin en de ministerraad die zitten in Londen, dat is onze wettige overheid. En die nu binnengekomen zijn, dat zijn usurpators. Usurp, moeilijk woord. Binnendringers. Daar hebben we niks mee te maken. Die moeten we proberen het leven zo zwaar en zo zuur mogelijk te maken. Ben ik even blij dat we dat vanavond niet hoeven op te lossen. Maar diep in mijn hart heb ik toch meer sympathie voor het tweede standpunt dan voor het eerste. Want er zit niet alleen een bevindelijk gereformeerde in mij, maar ook nog een Kuiperiaans gereformeerde. Ergens diep weg. Dat zou je goed doen, Aard, dat te horen. Ja, precies. Goed. Nou, voordat er nog meer van die moeilijke vragen komen, het is ook al bijna 10 uur, zullen we samen de avond afsluiten. En daarna gaan we nog een slotlied zingen.